zijn spannende tijden bij FC Groningen. Vandaag is de laatste dag van de zogeheten transferwindow. Bij de voetballers van clubs mogen we wisselen. En nu duikt plotseling het nieuws op dat er voor FC Groningen aanvoerder Mike de Wierik warme belangstelling is uit Engeland. Dan mag die Rooney die balletjes bij jou van die leven. Ja, dat kan wel aanwezig, ja. Nee, ja, weet je, hij is natuurlijk een legend. En ja, het zal wel heel eerst ook om met hem te mogen spelen. Dus ja, daar kan ik wel naar uitkijken, ja. Ja, als je hier bent, het voelt als thuis. En, je geeft veel training altijd gedaan, ook de laatste jaren, ook bij het eerste altijd. En ja, dat ga ik wel missen. Vrienden van mij spelen in het eerste. Ik heb ook een trainingsdiploma gehaald met de TC3. Die heb ik al gehaald. En ik wil ook graag twee doen, maar daar heb ik geen tijd voor. Ben ik een jaar of zes assistent trainen bij het eerste ook. En daarvoor heb ik eigenlijk al de jeugd ook gedaan samen met een vriend van mij. Maar gewoon een hele binding. En ja, weet je, soms kan een balletje meetrappen tijdens de training. En dat mag officieel dan nog niet, maar het is altijd leuk. En ja, je hebt zondag mooi. Mooi met de wedstrijden mee, na het even wat drinken in de kantine. En, dan zit je altijd raar aan te kijken. Dan komt een kratje meer in de kleedkamer met één flesje Rivella. En dat flesje Rivella, die is van mij. Dus ze denken wel aan mij. Dus dat is mooi en iets wat ik zeker ga missen als ik een Nederlander ben. Zit erop voor FC Groningen. Dat betekent dat ze op 8 maart tegen PSV de laatste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. Dat was tegelijkertijd ook de laatste wedstrijd van aanvoerder Mike de Wierik, want vanaf juli staat hij onder contract bij Derby County in Engeland. Mike, je hebt dus anderhalf maand geleden heb je de laatste wedstrijd voor de FC gespeeld. Wat een waardeloos afscheid, man. Ja, een beetje raar, hè? Je denkt toch van, dat duurt nog even, maar ja, het is al gebeurd eigenlijk. Ik weet nog dat ik zat in mijn eentje in Groningen op dat moment. Kijk, ik ging wel, er werd verwacht van dat je vaak in Groningen was, maar als ik in mijn eentje in Groningen zit met dat coronavirus, dan ben ik een aantal gek. Dus ik ben lekker bij mijn ouders, ben naar huis gaan wonen, zeg maar. Mike is een introvert. Hij is heel rustig buiten het veld. Ja, ik vind het een heel prettige persoon, maar goed. Ik vind het sowieso al veel zeggen over hem. Hij is nog steeds bij ons. Dus hij is trouw aan de mensen die het goed voor hem doen. Loopt niet gelijk weg naar een andere makelaar als die iets wat voor hem hebben. En hij is een familieman. Hij is heel gek met zijn familie. Dat spreekt me ook wel aan. En hij is uiterst betrouwbaar. Als je daar afspraken mee maakt of... Er zijn er nog weinig van, denk ik. Om dan eerst naar Groningen te gaan, ik denk dat het een goede opbouw is geweest van zijn carrière. Dat is 100 kilometer van huis. Nou, daar voor het eerst op jezelf wonen, huisje gekocht in Groningen. En zoals ik het nu zie, is hij bij Groningen heeft hij zich perfect ontwikkeld. En is hij ook klaar, ook in zijn hoofd klaar om naar Engeland toe te gaan. Hij is prachtig. Het is niet Overtoom die naar de kant gaat, maar Daryl Douglas wordt door Peter Bos gewisseld. En Mike de Wierik maakt zijn debuut hier in Eindhoven. Volgens mij waren we op Marbella. Dat er een jochie van 17 jaar in één keer in de bus zat. En die zocht een plekje. Heel erg verlegen. Iel mannetje. En die kwam uiteindelijk volgens mij naast mij in de bus zitten. Daar maakten wij voor het eerst kennis met elkaar. En het is gewoon heel mooi om te zien hoe jij je hebt ontwikkeld na die tijd. En je bent na een aantal goede jaren bij Heracles ben je hier bij FC Groningen gekomen. Vaste waarde geworden, jezelf doorontwikkeld en uiteindelijk aanvoerder geworden. Je bent enorm gegroeid in alles en niet alleen qua lichaam, want je bent niet meer dat dunne ile mannetje wat je destijds was. Maar ook qua persoonlijkheid. En je hebt het hier hartstikke goed gedaan en we wilden heel erg graag met je verder. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar je maakt een hele mooie stap naar het buitenland. Ik ben heel benieuwd hoe je dat vergaat als persoon, hè, want daar hebben we het ook wel eens over gehad. Je bent nogal gehecht aan je eigen thuis, hè, aan je familie, aan Hengevelde. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat jij een ontwikkeling hebt doorgemaakt, dat je dat uiteindelijk gaat lukken.
En je hebt net niet de 100 wedstrijden voor FC Groningen gehaald, maar toch in 3 jaar ben je heel belangrijk geweest. En heel veel succes in Engeland en dank voor je inzet voor de club.